denk dat we best nog wel een keertje terug kunnen gaan. Ja. Achter elkaar dingen, joh. Hey, een helm! Nee! Een helm! Nee! Hallo dames en heren, en leuk dat jullie weer kijken bij een gloednieuwe aflevering van Prikken in het Water. De spelregels zijn eenvoudig. Een lege kluis is 10 punten, een volle kluis is 20 punten, een geldkistje telt ook als 10 punten, en schroot en oud ijzer is 1 punt. En als je een vuurwapen vindt, dan zijn alle punten van de tegenspeler gelijk weg. Heb je helemaal gewonnen. Hoe gaaf. En een slot, hoeveel punten is dat om mee te beginnen? Een slot. Ja, dat telt als 1 punt, als oud ijzer. Nou, de eerste punt is binnen. Kijk zeker verder. Dikke telefoon. Nee. Zo. Kijk, dikke telefoon. Zo. Hallo? Spreek ik met een volle kluis die hier ligt? Oh, we moeten nog even doorzoeken, Vink. Ja? Ja. Ja, dan gaan we dat maar doen. En ook een boezietje. Dus als je je brommer nog niet gestart krijgt, heb ik nog een nieuwe boezie voor je. Even oppoetsen. Komt als een weg. Ik denk dat we best nog wel eens een keertje terug kunnen gaan. Ja. Achter elkaar dingen, joh. Hey, een helm! Nee! Een helm! Nee! Je meent het niet. Hé! Oh mijn god! Oh mijn god, ik trek er gewoon een helm uit! Ik trek er gewoon een helm uit! Nee, dit is gewoon lijf! Geen binnenvoering erin. Oh mijn god. Oh mijn god. Nee. Vink, we zijn aan. We hebben een toplocatie. Kijk dit. Wow. Mijn hart gaat helemaal, hè. Ziek, jongen. Bro. Bro, dit is echt ziek. Dit is echt ziek. Jij hebt echt een toplocatie, jongen. Wow. Yes! Zijn dit 100 punten? Dat zijn 100 punten, ja. Maar wat voor helm? Ja, laat het even bij Vink MD alsjeblieft achter in de reacties, want wij hebben echt geen idee. Ja, dit is in ieder geval geen Duitse helm, denken we. Toch? Nou, hij ziet er zo goed uit. Ik heb er nog... Maar kijk, ook dit. Er zit een bandje omheen. Dus, als jullie een idee hebben. Er zit een bandje omheen, kijk. Hier zo zit een bandje. Ja. Ja, gaaf man. En die sluiting? En die sluiting, die zit er nog helemaal in. Geen binnenwerk helaas. Ja. Zink MD, blijf zeker volgen, want hij heeft toplocaties gevonden. Ja, heel ja, goed bezig echt, jongen. Dit is echt kicken. Ja man, super. Echt super. Gaaf. Zo. Goed mensen, we hebben een kluis gevonden. Dus wij gaan weer horen dat er wat in zit. We gaan nu even kijken, gaan we hem openslijpen. Ik heb een slijptongetje op accu bij me, dus ik ben benieuwd. En als we nog identiteit kunnen vinden, dan kunnen we het gelijk overdragen aan de politie hier zo. Dus we gaan even kijken. Is hem gelukt? Ja, even kijken.
Wat zal eruit komen? Kiesjes, dokter. Kiesjes. Wat is dat daar? Jeugdtheater Hofplein. Mooie 50 cent hier zo. Ja, ik denk een nieuwe slijpgeit van halen. Ja. En nog eentje, wil ik. Oh nee. Ook 50 cent. Ook 50 cent. Nou kijkers, geen dikke buit. Er zat wel geteld 3 euro in en een paar fiches. Dus dat was hem. Maar al met al wel leuk. We gaan lekker verder. Kijk kijkers, ik heb een muntje. Even kijken wat het is. Mexicanos. Mexicanos. Ja man. Dat is een mooie nog. Union Mexicanos. Ah, leuk. Maar eigenlijk vind ik deze nog het leukste. Ja, die is passagier, stap maar binnen. Deze is ook mooi. Kijk eens. Het is gewoon echt een oud van een kluisdeur. Een combinatieslot. Dus aan de hand van de getallen. Bepaalde code. Dikker. National Lock. National Electric Works. Goud, hè? Hier. Hè? Goud. Hé, geldkissie. Kom hier. Dan wachten met openmaken. Ja. Ja. Hopelijk zit er wat in, hè? Zo, is een mooie nog. Nou, normaal heb ik altijd kluizen eraan en de geldkistjes. Maar vandaag is Pinkse dag. Is het omgaan, hè? Ja. Kijk eens mensen. Hij voelt wel zwaar. Kijk, hè? Ja. Dat kan ook door het water komen nog. Nee. Het is Pinkse dag. Met de geldkistjes en kluisjes. Maak hem eens even lekker open. Ja, het glimt wel mooi, hè? Ja, ik had het net ook weer, maar hij is ook van Dingersman. Ja, dat is wel kitsch. Dat is ook kitsch. Ja, maar toch leuk. De mes is wel dik weer. Kijk eens mensen, mooie sieraadjes. Nee. Soms denken ze dat het wit goud is, hè? Kijk dit eens even. Zo. Ja, wel echt allemaal buitenlandse munten. Frans. Ja. Een hoop munten. Kijk eens deze. Excellent. Oh, netjes hoor. Netjes. Ja man, kijk. Zo. Wat een berg vol. Ja. Ja, dat was een te gave dag. Gekke dingen uit het water. Jullie hebben gezien hoe we een kluis hebben opengeslepen, een mooie helm hebben gevonden. Vette, ik weet trouwens wat het is, een Amerikaanse M1 helm uit 1950. Zo. Dus ja, ik ben echt super benieuwd. Gaaf man, gaaf man. Nou, ja, echt, doe een dikke vette blauwe duim omhoog onder deze video en reageer. Deel hem zoveel mogelijk, belletje aan. Yes, yes. En dan zie je hem snel in een volgend avontuur. Yes, mensen bedankt voor het kijken, tot later. Hoi! Tjallas! Lekker wat.